Ik heb wel zin om vogels te kijken vandaag. En daarvoor gaan we lekker naar de stad toe. Ga je mee? Nou, de eerste vangst is al binnen. Onderweg al, een torenvalkje. Die zat heel mooi in de boom, zat hij ervoor. Mooi in het ochtendzonnetje. En dat smaakt absoluut niet meer. Ik ga snel door, kijken of we nog meer mooie vogels kunnen vinden. Inmiddels aangekomen in de stad, stadspark. Vaste stopje altijd even kijken of de bosuil thuis is. Zo'n uiltje die zit hier heel erg graag. Dat is eigenlijk een vast stekkie bijna. En hier brengt hij lekker gewoon de dag door. Zodat hij s'avonds hier zo in de groene parken hier kan jagen. Mocht je je afvragen waar ik ben nu trouwens. Ik ben in Amersfoort. Hij heeft fantastisch veel mooi groen in de stad liggen. Waar ook echt van alles te zien is. Dus dat ga ik lekker verkennen vandaag. Typisch, hier in de stad lopen er allemaal duiven omheen. Ik sta hier zo nu in het hartje van Amersfoort. Ik sta hier eigenlijk te wachten op hetgeen wat het voorzien heeft op die duiven. Namelijk de slechtvalken. Ik sta bij de Onze Lieve Vrouwentoren en daar broeden altijd slechtvalken. En ze zitten er nu ook nog regelmatig, ondanks dat ze nu niet broeden. Dus ik heb de camera erop staan en hopen dat die zo even langskomt. Maar wordt denk ik even een kwestie van goed geduld hebben. Gewoon een mooie stunt dit. Ik was de hele tijd heel erg gefixeerd op één plek waarvan ik verwachtte dat die slechtvalk daar zou komen. Ik zat de hele tijd naar een plateautje te kijken waar ik hem al meerdere keren daar zo op de webcam gezien heb, die daar hangt. En op een gegeven moment denk ik, nou die komt niet meer, ik ga door naar de volgende stop, pak mijn camera op, kijk nog één keer naar die toren en ik denk van jip, er zit een vogel op de windhaan. Camera erop, en zat die slechtvalk zich daar dus lekker te poetsen. Dus die is ook binnen, mooie stadse soort. Slechtvalk is een soort die het heel goed doet in de stad. Kan er veel voedsel vinden, denk aan duiven waar die lekker op los kan gaan. En hij broedt hier dus al een aantal jaar, heeft het hier goed naar zijn zin. Ik ben nu even onderweg om te kijken of ik hem nog even vanuit een andere hoek mooi in beeld kan brengen. Maar ook deze stadse vogel die is binnen. Die staat erop. En dan gaan we nu eens even door naar het volgende mooie stukje in Amersfoort. Dus even kijken of we daar nog wat mooie vogels kunnen scoren. Ga mee! Volgende stek, Park Schothorst. Mooi afwisselend park met zowel hier water als daar verderop meer bos. En dan gaan we eens even kijken wat we hier tegen kunnen komen. We hebben allemaal eendjes, zwanen. En meerkoeten, dus dat is al een mooi begin. En gaan we eens even kijken wat hier allemaal verder nog te vinden is. Ik hoop nog.
dikke bonus, ook de ijsvogel is binnen. Die zat heel erg verstopt, maar ik heb hem gevonden. Hij landde net al vlak voor me ergens in een boompje. En toen dacht ik, oh, aan buitenkant vliegt hij natuurlijk net weg. Maar ik heb hem weer gevonden. En nu heel snel eventjes vanuit een ander puntje proberen hem nog op camera te pakken. En ondertussen hopen dat ik hier niet op deze vlonders onderuit ga. Ik ga snel door, kijken of hij er nog zit. Zo leuk hè. Hier achter mij zit al de hele tijd een ijsvogeltje. Die landde daar op een gegeven moment met een visje. Ik was net te laat om dat te filmen. Maar toen ging hij er even heel mooi voor zitten. En die zit er nou lekker al een tijdje even uit te buiken. Dat is wel bijzonder, want ijsvogels heten wel ijsvogels. Maar er ligt hier achter ijs. En daar worden ze niet blij van, want dan kunnen ze namelijk niet meer vissen. Dus eigenlijk is het een hele gekke naam voor het beestje. Waarschijnlijk meer te maken met zijn mooie kleurtjes. Die misschien een beetje aan ijs doen denken of iets dergelijks. Maar wat heb ik mooi kunnen genieten van een prachtige vogeltje met die schitterende kleurtjes. Maakt de ochtend helemaal af. Ik ga zomaar ook eens op de terugrit, want ik heb nog een stukje fietsen te gaan. Lekker ochtendje zo, lekker vogels gekeken, mooie dingen gezien. Ik hoop dat jij meegenoten hebt. Als je het tof vond, doe even een duimpje omhoog en laat even een reactie achter. En zie ik je de volgende keer weer. Tot dan, doei doei! Vond je dit nou een vette video en zou je hier graag meer van willen zien? Vergeet dan niet even te abonneren. En dan kan je ook meteen de vorige video kijken. Tot de volgende keer!